try to get up. Het is vandaag vrijdag 15 augustus en het is 10:30. Sorry dat ik zo laat mijn vlog start. Ik ben pas wakker. Ik ben nog niet aangekleed. Sorry voor hoe ik eruit zie. De nagellakstage komt vandaag online. Ik ga eerst de vlog online zetten en dan de nagellakstage. Ik ga me nu aankleden. Dan ga ik een spel spelen met mijn zus. Lacherij gaan we doen. Dus het kan zijn dat ik dan weer een tijd niet ga vloggen. De magazine komt Theresa spelen. En als zij niet komt, komt Sina. En dan zou ik ook vloggen. Dus enjoy de vlog. En ja, jullie zullen wel zien wat gaat komen. Hey vloggertjes, het is 8:40 s'avonds. Sorry, ik weet het. Ik heb van deze morgen al niet meer gevlogd. En Sina is gekomen en die gaat denken, waarom heb je nog niet gevlogd wat jullie allemaal gedaan hebben? We hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan. We hebben nog een speltje op de iPad gespeeld. We hebben elkaar opgemaakt en we zijn nog wel op de laptop geweest. We hebben mijn bakjes een beetje opnieuw georganiseerd. Dus sorry, echt waar, mijn excuses. Ik zal nu wat kletsen. Ik hoop dat ik het daarmee kan goedmaken. Ik heb mijn nagels opnieuw gelakt en het lakje van de etels is maar liefst 8 dagen opgebleven. En ik was nog niet echt aan het chippen. Dus ik heb op mijn papier, dat boek waar ik alles bij hou, heb ik geschreven 9 dagen. En hij is gewoon zo lang opgebleven als OPI. What? En mijn vorige etelslakje is maar liefst 3 dagen opgebleven. Dus veel minder. Ik snap het niet. Ik heb mijn nagels opnieuw gelakt. Deze kleur, 2 laagjes. Hij is super mooi. Sina heeft hem ook. En het is het lakje van Essence. Deze. In de kleur 171 Galactic Glam. En ik vind het echt een prachtig nagellakje. Als jullie er een review van willen zien, zo na een vlog, dat ik het na de vlog online zet, of in september pas, laat het weten in de comments. Sorry dat ik dus niet gevlogd heb. Ik heb mijn nagellakstage ook online gezet. Ik weet niet of jullie dat al gezien hebben. En ik ben benieuwd wat jullie van mijn nieuwe rekjes vinden. En morgen na de markt, want jullie weten dat ik op zaterdag altijd naar de markt ga, ga ik nagelwielen kopen. Niet meer die papieren, die kunnen weg. Ik ga dus echte nagelwielen. En een vriendin van mij, Karel, heeft gezegd waar je die kan kopen. En het is maar voor 1,50 euro geloof ik. En ik ga er ook nog eentje voor Sina meebrengen, want zij moet nog maar eentje hebben. Omdat ze toen op vakantie er 4 gekocht had, denk ik. 4 of 5, ik weet niet juist. En ze had er niet meer genoeg omdat ze lakjes bij heeft. Dus ik ga er nog eentje voor haar bij kopen. En dan zal ik morgen ook laten zien als ik ze erop ga lakken en zo. Ik ben nu mijn vlog aan het kijken van vlog 41. Wat was het? Nagelrekken kopen. Ik weet, ik heb die al gezien, maar toch nog eens even checken of er geen foutjes zijn of zo. Het duurt 5 minuten en 59 seconden. Sorry, echt waar, dat ik vandaag niet gevlogd heb. Ik maak het morgen helemaal goed. En ik hoop dat het met andere vlogs ook goed is. Want ik weet dat jullie altijd lieve comments geven van is niet erg. En maar niet uit dat je vlog cool is. Dus ik denk, ik klets even, want jullie hebben me al niet meer gezien van deze morgen in mijn pyjama. Sorry voor hoe ik er toen uitzag trouwens. Ik ben echt nog steeds super blij met mijn nagelrekken. En ik ga ook een make-up stash video opnemen. Ik weet niet of ik dat nu nog ga doen. Ik ga me nu douchen, dus ik ga ook de vlog afsluiten. Sorry, echt waar. Want ik ga gewoon op de laptop nog wat tv kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden om te zien wat ik nog gedaan heb. Of ja, dat ik het nu vertel. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer in mijn vlog. Doei! Oh ja, voor ik het vergeet, vandaag begint mijn papa op de nachtpost en hij moet dan altijd slapen tot 's middags, want hij vertrekt dan om 9 uur 's avonds en om 6 uur 's morgens is hij thuis en slaapt hij tot 2 uur 's middags ongeveer. Dat wil ik even zeggen, het kan zijn dat mijn vlog soms iets later begint of dat ik heel stil praat, dan weten jullie dat, want ik wil mijn papa natuurlijk niet wakker maken. Dus dat wil ik even zeggen, de nachtpost heeft hij 7 dagen, dus vandaag begint hij en dan nog 7 dagen. Dus dan weten jullie dat. Dat ik wat stiller ga zijn. Soms een vlog wat later kan beginnen. En ja, tot morgen. Doei!